Ik krijg, als het goed is, vandaag de uitslag van de tussentijdse MRI. Gezellige dag. Het is de dag van de eerste chemo van het tweede deel. Gek joh, wat ben je nou aan het doen? En die kon mij heel vermoeid maken. Hoeft niet, kon. Nou, dat gebeurde wel. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatjes, welkom bij een nieuwe video. Nou, we zullen ons nog even voorstellen. Ik ben René, dit is Sergio. We zijn tegenwoordig allebei kaal. Ik kom een iets minder leuke reden. En Sergio om een hele leuke reden. Ik heb kanker. En hij heeft gewoon een haartransplantatie gedaan. Ja. Kale koppen niet te stoppen! Woe! Vandaag is een hele spannende dag. Ja. Want we gaan weer naar het ziekenhuis. Het is 17 augustus. En ik krijg, als het goed is, vandaag de uitslag van de tussentijdse MRI. Ik heb er wel een beetje buikpijn van, moet ik zeggen. Ja. Toch, dat je weet dat het niet... Het zou niet slechter mogen kunnen zijn, ja, maar toch haal je van alles in je hoofd. We hebben een week moeten wachten hierop en ja, dat is een hele lange tijd om je allemaal gekke dingen in je hoofd te halen. Het is gewoon spannend. Het is gewoon spannend. Het is gewoon 4G boys gehad en dan ben je gewoon... Dat het gewoon een week duurt überhaupt. Ja, en als je dan zelf gaat voelen, ja, waarschijnlijk ben je er gewoon meer bewust van en dat je dan denkt, nou, ik voel ze ineens alleen maar meer zitten dan voorheen. Ja. Dus dit is wel eventjes een dingetje. Ik krijg dus eerst weer bloed prikken, dan de afspraak met de internist. En daarna met de verpleegkundige over de uitleg van ja, het tweede deel van de chemo. Namelijk de wekelijkse chemo's 12 keer. Spannend! Zijn 10 kilo lichter. Ja. Hij is geslonken. Ze zijn geslonken. Even, ik zal het even opnoemen. De grootste tumor was 2,5 centimeter en die is nu 1,9. En het hele gebied was maximaal 7 centimeter bij 6,8 en is nu 6 bij 6,8. Dus dat is centimeter geslonken. Zo ontzettend blij. Ah, we zijn echt heel blij. Opgelucht dat het in ieder geval iets gedaan heeft. Ja. Inderdaad. Ja, ik ben ondertussen ook gewoon een boeddha geworden. Oh, nou ja, we zijn echt heel erg opgelucht. En deze arts was ook weer heel aardig en duidelijk. En nam echt de tijd, ondanks dat hij hartstikke uitliep met alles. Dus dat is gewoon super fijn om te horen. En ik heb nog meer duidelijkheid gevraagd over de volgorde en waarom we alles zouden doen. Nou, ik ga dus nu de 12-wekelijkse chemo in. Dus elke week 12 keer. En zij zien dat dan in partjes van 3. Dus ik word elke keer... ik heb nu mijn bloed geprikt. En dan krijg ik 3 keer chemo. En dan weer bloed prikken. En dat dan 4 keer. En dan 12 keer dus in totaal. Nou, het is een heel goed teken dat er dus nu al op gereageerd is door de tumoren. Dus dat, nou, dat is gewoon super fijn. Alles wat minder is, dat is super. En de reden waarom ze dus ook de chemo van tevoren geven is omdat ze dus nu hebben gezien dat, wat het effect is van de chemo op de tumoren. Want als het effect heeft op de tumoren, dan heeft het ook effect op alle andere zwevende, slapende, slechte dingen, zeg maar. En als ze als eerst hadden geamputeerd, dan hadden ze dat dus nooit geweten. Dan was het echt gewoon ja, gokken en maar doen. Dus dat is de reden waarom ze dus eerst chemo doen. Dan is het nog steeds even afwachten op de geneticus. Of ik dus een gendrager ben. Maar dan gaan we dus af. Love you, baby. Bekse. Doei. Dus dan is het nog even wachten op de gen. Dan weten we of er 1 borst of 2 gedaan moet worden. En eventueel mijn eierstokken. Dan is de kans heel groot dat ik nog bestraald ga worden. 15 keer. En dan is het even de vraag na die amputatie, na die bestraling. Dat ze telkens weer kijken, is er nog wat achtergebleven of niet. Of ze nog chemopillen gaan doen. En die chemopillen zouden tegelijkertijd zijn met de antihormoontherapie.
Zo, ondertussen ben ik ook weer geprikt. De eierstokprik zit er weer in, zo noem ik het altijd maar even. Daar had ik trouwens ook over gehoord dat ik die, als mijn eierstokken er niet uit hoeven, dat ik deze ook nog 5 jaar ga krijgen. Om de hormonen dus te onderdrukken. En dus samen met de eventueel chemopillen voor 3/4 jaar. En de antihormoonpillen voor 5 tot 10 jaar. Dus dat is het hele traject. En voor nu hebben we gelijk eventjes wat gebak gehaald en lekker eten. Want ja, we moeten natuurlijk alles weer vieren. Hallo, het is woensdag 18 augustus en het is hier gezellig dag. Het is de dag van de eerste chemo van het tweede deel. En er wordt hier heel gezellig muziek gemaakt door Aubergino. Hey! Woo! Soy kapitaan, soy kapitaan. Hey! Mama. Woo! Oké, dan doe jij spelen. Ja? Bala bamba. Bala bamba. Bala bamba. Bala bamba. Bala bamba. Bala bamba. Hey! Una poca de grazia, otra cosita, y arriba, y arriba. Show. Oh, okay. Show. Okay, show. Okay, yeah, show that. We zijn onderweg weer naar het ziekenhuis en we steken het niet toe verlaat. Is weer gezellig mee. Ook al kan die niet in de kamer zijn, is het toch fijn als die meegaat en dichtbij is. Weer een nieuw tijdperk. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar een nieuwe fase, want ik mag de wekelijkse kuren gaan beginnen. Dat zal 12 keer zijn. En als het goed is, zijn die ook een stuk lichter. Wel dus meer kans op aandoening van de zenuwen. Dus daar moeten we gewoon heel goed op letten. Ik moet ook wel zeggen dat ik de laatste tijd iets meer last heb van mijn gewrichten. Dat ik gewoon allemaal kleine steekjes heb overal. In mijn vingerpootjes, in mijn ellebogen. En, ja, dat kan door de chemo komen. Maar het kan ook komen door natuurlijk, ik noem het ook maar even, de eierstokprik. Ja, want dat tast natuurlijk ook je botten aan. Wat zit je nou naar mijn dingetje te kijken? Ja, vind je mijn boeddha, hè? Ik krijg hem niet weg, jongens. Hierzo. Het is wel zo dat die overgang. Je moet hier ook je hele hoofd moet je make-uppen. Ja, dat zei mijn moeder ook al. Ze zegt misschien moet je dat wenkbrauwenspul erop doen. Maar hoezo? Eerst was het de hele tijd van oh, je lijkt blond, grappig. En nou moet ik het meeverven. Nee, het gaat niet om je haar. Het gaat om dat je huid, die overgang is echt heel groot. Het is een beetje de maan, weet je wel. Het is een beetje daglicht Ja. Nee, het is gewoon het verschil. Mijn hoofd wordt ook steeds ronder. Ik ben dadelijk gewoon zo, dat voelt koud. Oh, lekker. Ja, de pontjes die komen er wel aan, zeg maar. Dus dat wordt wel een dingetje, zeg maar. Gaan we dan. Wat vind je van mijn iPad-tas? Ja, is leuk. Handig, hè? Hij ziet er niet zo hufterproof uit als die ander, maar hij is wel leuk. Het is die ook zeker niet. Maar ik heb deze gekocht omdat ik hem dan weer neer kon zetten. Ja, dat was afgebroken. Ja, die had ik binnen een dag kapot. Ja. Nee, ik vind hem leuk. Dankjewel. Asje. La forza delle onde del mare.
que tus nacerá se perfecta de mí. Dat snap ik, maar je hebt vandaag chemo gehad. Ja, dat klopt. Die pontjes die komen wel. Ja, dat zei de verpleegkundige ook al. Ze zei, je lichaam heeft dat ook wel nodig. Maar ja, daar vinden mijn wangen wat anders van. En mijn buik. Een hele goede morgen. Het is vandaag 19 augustus, de dag na de eerste 12-wekelijkse chemo. En ik heb jullie nog helemaal niet verteld hoe het is gegaan. Nou, eigenlijk is deze chemo minder zwaar. Maar er moeten wel meer controles zijn. Wat ik heb gekregen is Taxol. En waar ze dus extra op wilde checken is ook of ik een allergische reactie zou krijgen. En daardoor hebben ze me elk kwartier eigenlijk telkens gecheckt. Mijn bloeddruk gemeten. Waardoor het ook allemaal even net wat langer duurde. De dexamethason tegen de misselijkheid krijg ik bij deze kuur op de dag van de chemo in het infuus. Dus dat hoef ik dus dan niet meer te slikken. En normaal gesproken moest ik die pillen 4 dagen slikken. Waardoor ik toch wel last had van die hartkloppingen en zo, gehaastheid, rood hoofd. En het feit dat het nu via het infuus zou zijn gegeven, betekent ook dat ik, als ik er last van heb, dat ik er eigenlijk misschien maar 1 dag last van heb en daarna niet meer. Dus daar ben ik al heel blij mee. En ik kreeg ook tijdens het infuus een anti-allergie medicijn. En die kon mij heel vermoeid maken. Hoeft niet, kon. Nou, dat gebeurde wel. Ik heb wel in de tijd al gehad dat ik denk van, oh, ik ben een beetje moe en het overvalt me een beetje. Maar deze was echt zo van, oké. Mijn ogen zeggen nu dat we de luiken gaan sluiten. Dus ik heb eigenlijk daar voor het eerst even mijn ogen gewoon dicht gedaan. Nou ja, echt geslapen niet echt, want ik lag niet helemaal lekker en mijn infuus zat in mijn rechterhand. En dan zit je een beetje zo van, oké, nou, ja. Zo ga ik liggen, oké. En ik werd elke kwartier gestoord natuurlijk. Voor mijn bloeddruk. Weer een lekker drankje gekregen. Dus het was wel heel fijn dat Sergio mee was. Om ons naar huis te brengen. En toen ben ik eigenlijk gelijk even naar bed gegaan. En proberen wat te slapen. De nacht is morgen gegaan. Ik heb weer zo'n nacht gehad waarvan ik denk, ja, heb ik nou eigenlijk wel geslapen? Mijn ogen waren dicht, maar heb ik wel echt geslapen? Jesse Silver heeft een hele vervelende uitslag bij zijn balletjes en in zijn liezen. En die hebben we nog niet helemaal onder controle. Dus dat is erg vervelend. En daar werd hij dus vannacht ook wakker. Sowieso was hij dus weer helemaal doorgelekt. En ja, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Dus hij had er echt pijn aan. En toen we het gingen schoonmaken, toen ging hij eraan krabben. Toen ging het bloeden. Dus ja, dat is een beetje zielig en heel erg vervelend voor hem. En we moeten even kijken of we dit onder controle krijgen. En anders gaan we naar de huisarts en even kijken of die wat kan betekenen. Maar we hebben dus een heel gaaf, ik noem het even een kaftan of zo, of kaftan. Dat is eigenlijk voor vrouwen, maar dan de mannelijke vorm. Die man heeft het gezegd, maar ik ben het kwijt. Een Evi. Nou, misschien weten de Turkse of Marokkaanse mensen dat, hoe zo'n mooie jurk heet die mannen en jongetjes dragen. Omdat we dachten, nou, dan kan hij dan lekker in rondlopen zonder onderbroek en zo, zonder dat hij hier de hele tijd in zijn naakje loopt.
Dus dat was dat mooie blauwe jurkje die jullie hebben gezien. Mogelijk gaan we vandaag, als ik me goed genoeg voel en het lijkt er wel op, gaan we even naar Sergio's moeder. Want ze missen elkaar heel erg. Dus ja, dan rijden we gewoon even naar Tilburg. Het is inmiddels avond en we zijn gezellig naar Tilburg geweest bij zijn moeder en bij Rolf, want ja, die is geopereerd aan zijn heup en dat gaat hartstikke goed. Nu zijn we weer lekker thuis en hoe gaat het met jouw haar? Ja, nou dag 8. Kijk, het is echt al een stuk langer dan vorige week. Morgen mag ik dus eindelijk met de shampoo gaan wassen. Nou ja, ja, maar nee, weken, dat wordt zocht ik, want dan gaan die korstjes eraf. Oké. En dan verwacht ik eigenlijk dat binnen een paar weken het getransporteerde haar gaat uitvallen. En dan is het een paar maandjes wachten voordat mijn echte nieuwe gaat groeien. Ja. Echt heel veel zin in. Hoe valt het nu? Heb je pijn? Heb je jeuk? Heb je... Nee, nou ja, goed. Ik heb wel nog steeds jeuk. Maar ik ben inmiddels weer vandaag gebeld door Estée Wild, de kliniek. En nou ja, de follow-up is wederom fantastisch. Hoe gaat het? En heb je nog producten nodig? En heb je nog vragen? En dit en dat. Ja, dat is wel echt super. Maar ja, ik heb voor nu geen vragen. Het voelt goed. En ja, genezen, dat jeukt. En het is wel een beetje raar. Als ik hier zo druk, dan voel ik nog niks. Mm-hmm. Heel raar gevoel. Dus, maar het ziet er echt super goed uit. Ja, mooi. Nou, ondertussen hebben we een pakketje ontvangen, want ik heb stiekem wat samples besteld voor in het nieuwe huis. Stiekem. Om even te kijken. Ja, want het was eigenlijk voor stylisten. Zijn wij? Maar ja, ik heb wel een KVK, dus die heb ik gewoon ingevuld. Dat zijn gewoon stylisten. Nou, dus dit is van Moods. Hoi René, succes met de bestelling. Mochten we ergens mee kunnen helpen, horen we het graag. Moods. Groet, Marvin. Marvin, ja, oké. Okay. Marvin. Nou, dit is al een leuk tegeltje. We zijn een beetje op zoek naar wat kunnen we in de badkamer doen, hè? Oh ja. Everything about it. I like. Ik weet even niet meer wat dit was. Ja, er zit een soort, ja. Ja, een lijmlaagje op. Leuk, leuk. Shiny. Dit is een set van meerdere dingen. Oh, ik vind die leuk. En die moet je dan samen doen. Dus je moet ze even aan elkaar uit elkaar. Ik vind ze alle drie leuk. Kijk, want eentje zit er dus een beetje neon bij. Zie je? Dus die glinstert heel erg. Dat zie je dus ook op de ding. Beetje metallic idee. Ja, dus die drie. Cool. Ja, daar hebben wij helemaal in het begin, hebben wij op Pinterest een keuken gezien. Die echt waarvan echt heel het eiland van deze was. Dat was de eerste, hè? En nou is hij... Ja, dus ik denk, ik ga hem gewoon bestellen. Ze zijn er wel heel lang op blijven hangen, die. Ja. Dat is steeds tof. Alleen, het keukenblad wat we nu hebben gezien was nog toffer. Leuker. Ja. En, maar dit, ja, kunnen we wel ergens anders. Misschien kunnen we hem wel ergens in kwijt, ja. Deze vind ik zelf erg mooi. Ja, dus die zie ik ook wel in de badkamer eigenlijk. Oh, leuk. Ja, made in Italy, hè? Oh, deze kant weer. Oh ja, kijk, die vind ik ook heel mooi. Daar ben ik niet meteen heel enthousiast van, dit. Maar kijk, als je die twee samen ziet, kan het wel weer heel mooi zijn. Deze had ik misschien ook voor de badkamer. Ik ben niet om. Ah, ja. Ja, dus dit is een soort van hout ding die we misschien dus tegen het bad aan kunnen doen. Of ja, op de grond. Of op de grond. Ja. Dat kan dan wel. Ja, dus als je nou dit... Dit kan wel. Eigenlijk zo een beetje bij elkaar legt. Hè, en dan hebben we aan die andere kant hebben we die betonciree roze. Ja, de grond dan het hout. En deels betonciree. De rest van de muren betonciree met die nisjes. En dan tegen het bad dat hout. En tegen die andere hadden we die hexagon tegeltjes. Dit vonden we al mooi. Ik vind deze wel echt heel gaaf. Ja. En sowieso die houttegel. Dat zou een heel mooi alternatief zijn voor de vloer. En deze vind ik heel leuk. Ja. Oh ja, en deze. Laat ik het makkelijker zeggen. Ik vind deze gewoon minst. Ja. De rest vind ik leuk. Ja, maar de rest is heel uitgesproken en heel druk, hè? Ja, wij zijn heel uitgesproken. Ja, klopt. En ik ben hartstikke druk. Dat weet ik. Maar je moet ook een beetje iets, een beetje een rustig element hebben. Om de anderen eruit te laten springen. Daarom heb ik jou toch. Weet ik. Ik breng jou in balans. Ik breng mij helemaal in yin en yang. Jij bent... Goedemiddag. Het is vrijdag 20 augustus. Twee dagen na de chemo. En ik moet zeggen, ik voel me best goed.
niet ontzettend moe. Ik heb weinig klachten, moet ik zeggen. Dus daar ben ik heel erg blij om. En daarom ga ik ook weer het zwemmen oppakken. Dus ik ga weer gezellig mee naar Aqua Fitness. Om toch mijn conditie op peil te houden. Ik merk gewoon dat de kilo's er wel aan blijven hangen op dit moment. Dat komt natuurlijk ook vooral gewoon door het eten. Maar ook dat ik eigenlijk in de overgang ben gebracht. Dus ja, dat helpt ook niet mee. We gaan lekker zwemmen. Let's go. Hi. Hi, Poepie. Hi, schat. Ben je ook lekker thuis? Ja, ik ben moe. Ik ben heel moe. En ben ik kapot. Ik heb keihard gezwommen. 1,5 uur. Aqua Fitness. Ja, ben ik goed bezig geweest, ja. Ging goed. Ik ben op mijn fiets naar werk gegaan. Ja, dat vind ik ook heel goed van jou. Dus maar dat was eigenlijk omdat ik geen helm op kon. Dus. We zijn allebei goed bezig geweest. Ja. Hè? Nu was ik dus even mijn kastje aan het opruimen. En dan is het toch heel gek als je dan dit soort dingen nog terugvindt. Gewoon een voorraad aan de pil. Die we nodig. En voor de zekerheid zwangerschapstest. Niet meer nodig. Niet meer nodig. Nou, misschien moeten we die nog even bewaren. Laten we deze nog even bewaren dan. Voor het geval dat er ooit eens een keer een ongelukje gebeurt dat je denkt, stress. Hoezo? Zo. We hebben toch ook geen seks meer? Nee, dat is ook helemaal over nou. Dat is klaar. Nee, maar goed, ja, zolang alles natuurlijk is afgesloten. Dus amgelegd. Wegen. Ik had echt een beeld van zo'n hek. Waar ze een straat mee afsluiten met zo'n bord, weet je wel. Verboden toegang. Een dik kruis. Uitgezonderd bestemmingsverkeer. Oké. Nou ja, goed. Ik denk dat we hem lekker gaan afsluiten. Ik vind het een heel goed idee. Ja, wij zijn weer heel erg benieuwd naar jullie comments. Vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. I like. Belletje aan te zetten. Zodat je gewoon ook een plikkertje krijgt. Als wij een nieuwe vlog online hebben gedaan. Yep. Weer heel erg bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Ciao.